kan me brengen waar wij gewerkt. Waar u gewerkt hebt? Hier, ja. Oh. En u deed daar ook met planten? Ja, voor die traditie dingen weer het hier doen. Je mag komen, iedereen. Vanwege zijn bomen- en plantenkennis neemt Frits deel aan talloze botanische en etnobotanische expedities in binnen- en buitenland. Hij groeit uit tot de grootste internationaal erkende boomkenner van Suriname. Met vele wetenschappers doorkruist hij zijn land. Met de etnobotanici Mark Plotkin en Bruce Hoffman en primatoloog Mark van Roosmalen brengt hij de lianen van Suriname in kaart. In 1996 wordt Frits veldcoördinator bij het Amazon Conservation Team, ACT. Hij zet projecten op bij de trio-indianen in Kwamela-Sumutu in Zuidwest-Suriname, waarbij de westerse en traditionele geneeskunde geïntegreerd worden toegepast. Vanaf 1998 is hij hier in Stonuku bezig om voor zijn stamgenoten een soortgelijk project op te zetten. Door zijn vroegtijdig ontslag bij het ACT heeft Frits het project helaas niet kunnen afronden. Oké. Dit is het toilet. Toilet? Ja, dit is ook het toilet. Is mooi gedaan. Dit heb ik gedaan en toen... September 2004, mensen met ontslag. En allemaal spullen blijven achter. Die arbeiders gestuurd naar mij. Dus nu pas ben ik terug. Het is bijna 2 jaar, die nooit meer geweest. Dus ik ken keukenplanken nog niet. Dat is deze. Over massage. Massage, ja. Ja. En de kruiden die verzamelen jullie hier? In de bos. In het bos, een ja. Boskrontje. Kostkroontje, een paar die hier gegroeid. Zo. Ik vind het jammer. Deze zijn ook allemaal voor de medicijnman hier neergezet? Die hier zijn, ja. Die van de bosneker ook. Deze gebruiken voor ziekte, niet geestelijk. Ja. Voor de ziektetheek, lamatiek en zo. Rheumatiek. Ja. Ja, is jammer. Nu is zo gekomen. Oké. Dit is een chemedicijn voor de bosneker, maar is voor de indianen. Het is een medicijn van de indianen. Dit is rubiacee. De indianen weten alle soorten medicijnen. Voor klein plantje, maar wij niet. Dit is geen plantje gebruiken maken van bosneker. Ja. Ik heb al met de medicijnmannen gesproken, ook van de Indianen. Ja, dus die plannen, dat is, ik werk 20 jaar in Kwamara. Dus ik kan die kennis van de Kwamara-Indianen hier en kennis van hier naar de Kwamara-Indianen. Ja. Dat is die idee. Ah, maar in de toekomst? Misschien ja, maar de tijd is voorbij bijna. Want als je... Die woorden van de blanke zegt, als je die ijzer in de vuur zet, als je heet, dan moet je beuken. Maar als je die ijzer koud is, je gaat niet meer beuken. Dus als wij moeten terugbeginnen opnieuw, dat is heel moeilijk. Die mensen moeten die communicatie van mij niet gebruiken. Maar Mark heeft het gedaan. Die luistert niet naar mij. Dat is mijn droom. Ik ben niet boos met Mark. Maar ik wil zeggen dat ik voel wel heel verdrietig dat die dingen moet niet zo blijven. Die enkele moeten doorgaan. Wij kan proberen wat gaan we laten doen. Is dat ook cool? Ah, bom.
door is gegaan? Doet het pijn? Een beetje, omdat ik werd zoveel energie, idee, tijd om die plant te maken. Ja, ja. En dan nu is helemaal anders. Ja, is gaat het iemand anders, maar die plan gaat helemaal in de war. Oh ja, ik heb een onderscheiding van Prins Bernhard gehad in 2001. Ja, hij heeft de Gouden Ark gekregen voor het natuurbeheer van Prins Bernhard. Hij is naar Soestdijk geroepen. Ik heb hem gekroet. Ja. Hij zegt, oh, ik ken je, ik zie je gezicht dat je een Bosneker bent. Het klikte meteen toen hij daar kwam. Een beetje gênant voor de andere gasten, want ik geloof dat op alle foto's staat Bernhard met Frits te praten. En op een gegeven moment zitten ze samen op hun knieën op een bankstel in een fotoalbum te kijken met de rug naar de andere gasten toe. Ja, ik ben de laatste man die krijgen die onderscheiden. Ik ben de laatste man ook praten over wat mij gedaan, wat mij gedacht is.